Goedendag, we hebben vandaag te maken met een lage drukgebied en dat zorgt voor heel veel regen. Regionaal gaan we naar 30, 40, misschien wel 50 millimeter regenwater. En naast die regen gaan we ook te maken krijgen met veel wind, in ieder geval delen van Nederland, het zuidwesten. Daar zijn zware windstoten mogelijk vanmiddag en ik denk dat we echt wel een paar van dit soort plaatjes gaan binnenkrijgen. De bomen vol in blad, natte grond en dat zorgt toch wel voor wat gevaarlijke omstandigheden en daarvoor geldt dus ook code geel in een aantal provincies. Kom ik zo even verder op terug. Eerst even de grootschalige situatie. We zien daar inderdaad dat lage drukgebied ontwikkelen trekt vandaag recht over Nederland. Aan de noordzijde daarvan de meeste neerslag in het noorden van Nederland. Aan de zuidzijde de meeste wind. In het zuidwesten van Nederland dus die zware windstoten. Daarnaast steekt een noordwestelijke stroming op met vrij koele lucht. Maxima komen maar met moeite boven de 15 graden uit. Met regelmatig buien die gaan overtrekken. Zeker inwaarts kunnen die ook echt wel pittig uitpakken. Met eventueel ook nog wat onweer. Woensdag ziet er wat positiever uit wat betreft het weerbeeld. Iets minder buien, tussendoor ook wel wat meer ruimte voor de zon, maar het blijft al echt cool voor de tijd van het jaar. Warm zomerweer zit er dan voorlopig ook echt niet in. Dan even naar de situatie van vandaag. Daar zien we ook heel erg mooi dat lage drukgebied terug, die krul. Met de meeste neerslag dus in het noorden van het land, 30, 40, misschien lokaal 50 mm regen, dan zit je al bijna aan een maansom voor juni. Daarna wordt het tijdelijk eventjes wat droger in de nacht. Maar morgen overdag gaat die buigheid vanuit het noorden dus weer opleven. En die gaan dan vanuit het noordwesten weer over het land trekken. Tussendoor ook wel zonnige momenten, maar die buien kunnen echt wel pittig uitpakken. Lokaal ook wel weer veel neerslag achterlaten. En daarmee is het voorlopig dus echt wel een wisselvallig weertype waar we mee te maken hebben. Ik benoemde net ook al even die windstoten. Er gaat zich een knijpveld ontwikkelen aan de zuidzijde van dat lage drukgebiedje. En dat knijpveld, dat betekent dat de isobaren heel erg dicht bij elkaar liggen. De isobaren zijn de lijnen van gelijke luchtdruk. En dat betekent dat er erg veel wind kan gaan ontstaan op die plekken. En zeker die zware windstoten, die kunnen dan wel wat voor wat overlast gaan zorgen. En die zien we hier heel mooi terug. Gaat waarschijnlijk het zuidwesten en zuiden van Nederland voornamelijk aandoen. Met daar ook de zwaarste windstoten, mogelijk richting 100 km per uur. Maar ook verder landinwaarts zijn dus wel die windstoten mogelijk. En op dit moment heb ik dit uitstaan. Qua de waardes van de windstoten. Op grote schaal 60 tot 80 km per uur. En hoe verder zuidwestelijk, hoe zwaarder die windstoten gaan uitpakken. 80 tot 90 km per uur in delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zeeland waarschijnlijk de zwaarste windstoten. 90 tot 100 km per uur. Wie weet wel een enkele uitschieter daarboven. Of het ook echt tot storm gaat komen, dat is nog wat onzeker. Ik denk het niet. Daarvoor moet het een uur lang windkracht 9 zijn. Misschien dat we daar even kort aan gaan tippen, maar het trekt allemaal vrij snel door. Dus het zal een kort geval zijn van storm. Maar een officiële storm, dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Nou, in de weersymbolen ziet het er vandaag in ieder geval als volgt uit: een echte herfstdag is het wel te noemen. Dit zijn de maxima die ik hier heb staan: 13 tot 15 graden. Maar zolang het blijft regenen, ligt die temperatuur maar rond een graad of 11 of 12. Het datum record voor de beeld staat op 13,7 graden. Het zou zomaar kunnen dat we dat niet gaan halen als het daar stevig blijft doorregenen. En dan zouden we zomaar een koude record te pakken kunnen hebben. De wind die is eerst nog matig uit zuidelijke richtingen in het oosten van het land. Gaat later om naar het noordwesten. Met dus aan de kust kans op zware windstoten. En later dus ook verder landinwaarts kans op windstoten van meer dan 75 kilometer per uur. De meeste regen is dus weggelegd voor de noordelijke regio's van het land, maar ook elders regent het flink door. Later in de middag wordt het wel vanuit het westen een stukje droger. Nou, vanavond hebben we dus ook nog opnieuw met regen te maken, met name het oosten en noorden. Is dat het geval, de temperatuur die daalt flink naar zo'n 10 of 11 graden, doordat die wind dus om, om is gedraaid naar het noordwesten. Het dan ook nog steeds stevig door, matig tot vrij krachtig aan zee, maar de meeste wind die zijn we dan inmiddels al kwijtgeraakt. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 7 tot 11 graden. Zeker in opklaringen kan het misschien nog ietsje kouder uitpakken. In het noorden en oosten regent het nog af en toe en de wind is noordwestelijk en matig van kracht. Morgen hebben we eerst nog te maken met droog weer en zonnige momenten, maar in de loop van de dag neemt die buigheid vanuit het noordwesten dus steeds verder toe. Met name landinwaarts is ook kans op een klap omweer en de temperaturen zijn echt wel laag voor de tijd van het jaar, 15 of 16 graden. Met daarbij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Ik pak ik nog even de woensdag erbij. Die ziet er iets positiever uit. Iets minder buien, maar in de middag moet je er toch wel rekening mee houden. Maar dat zijn de droge momenten die dan wel overheersen. Maar die temperatuur blijft opnieuw flink achter. 14 tot maximaal 16 graden. Doordat die wind uit die noordwestelijke regio blijft waaien. En de dagen daarna zit er dan nog verbetering in. Nou, qua de temperatuur zit er wel een stijgende trend in. Donderdag een graad of 17. De dagen daarna gaan we al wel weer richting een graad of 20. En dat komt doordat die wind aan het omklappen is naar het zuidwesten. Maar een droog weertype dat gaat dat niet met zich meebrengen. Want er wordt vochtige lucht aangevoerd. Regelmatig buien die overtrekken. En zeker later in het weekend zou dat het ook wel weer eens dus onweersbuien kunnen zijn. Tot de volgende keer.